We gaan naar het stemblokje. We hebben namelijk een stemblokje. Omdat we niet alle onderwerpen helaas uitgebreid kunnen behandelen. En over de volgende vier onderwerpen, er zijn vier onderwerpen, willen we wel graag weten hoe u daarover denkt. In de zin hoe u erin staat eigenlijk, voor of tegen. Dus we gaan stemmen met handopsteken. Volgende week bespreekt de Senaat het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA om de LHBTI-rechten te verankeren in de grondwet. Daar hebben we wel de grondwet. Let op. Is uw partij voor dat wetsvoorstel? Handen. Ja? Iedereen stemt in beide kamers zonder last. Maar ja? Het CDA heeft voorgestemd in de Tweede Kamer. Ja? En ik vind het ontzettend belangrijk dat we naast ras, geslacht, politieke gezindheid ook toevoegen LHBTI en gehandicapten in de grondwet. Hetzelfde wil ik weten van de SP graag. Ja, nee, ik ga ervan uit. Wij hebben er in de Tweede Kamer voor gestemd. Dus ik. Zelfs onze senatoren stemmen zonder last of ruggespraak. Maar dat, als die in één keer tegenstemmen, dan krijgen ze wel een belletje achter. Nou goed, dan. Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon voorstemmen. De grondwet gaat veranderen worden. Als we dan toch bezig. Nee, doen we niet. Dan de volgende stelling. Nog altijd bieden zeker 15 clubs in Nederland zogenaamde LHBT. Genezingstherapieën aan. Ook dat is een woord dat ik niet uit mijn mond kan krijgen. Neem me niet kwalijk. Dat verandert de identiteit van mensen natuurlijk niet. Maar het berokkent ze voornamelijk heel veel schade. Bent u voor een wettelijk verbod op zulke therapieën? Mag ik daar iets over toevoegen? Ja, want ik heb zomaar het idee dat u het gaat hebben over uw initiatief wetsvoorstel. Nou ja, we hebben in 2019 inderdaad een motie neergelegd naar aanleiding van berichten die wij kregen. Maar er was ook een heel indringende documentaire op televisie waarbij je zag dat dit echt voorkomt in ons land. Waarbij ook veelal jonge mensen min of meer onder dwang bijna, niet bijna, onder dwang afstand nemen van hun identiteit. Dus we hebben een motie neergelegd en gezegd dit moet verboden worden. En ik vind het pijnlijk te zien dat het kabinet, waar ook de VVD in zit overigens, maar waar, ik wil het niet zeggen, maar twee ministers van CDA, VWS en JNV, Justitie en Veiligheid, geen beweging op hebben gemaakt om dat te verbieden. Dus we hebben gezegd, samen met andere partijen die dat overigens ook willen verbieden, dan komen we met een eigen wetsvoorstel. Dus daar zijn we mee bezig om dit uit ons land te bannen. En u weet dat er al een meerderheid is in de Kamer die dat gaat ondersteunen. Ik kan mij niet voorstellen dat je hier niet voor bent. Ja, ik ben het zeer eens met het verbod. De laatste keer dat ik het gecheckt heb, leverde de VVD nog de minister-president. Die maakt ook onderdeel uit van het kabinet. Ik zou ervoor zijn om het zo snel mogelijk goed regelen. Goed, bij deze. De derde stelling. LHBTI-asielzoekers worden nog steeds afgewezen op grond van allerlei rare stereotypen. Dat ze geen processen van bewustwording en zelfacceptatie hebben doorgemaakt. Vindt u dat er een einde moet komen aan het afwijzen van LHBTI-asielzoekers op basis van dergelijke ondeugdelijke stereotypen? Ja. 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 Allemaal ja. Wacht even. Allemaal ja, behalve. Ik zie u geen. Nou, de stelling is zo geformuleerd dat ik ja moet zeggen. En dat vind ik ook. Ondeugdelijke stereotypen, absoluut ja. Maar er zit wel een verhaal achter. De reden waarom het systeem zo is, in ieder geval niet ondeugdelijke stereotypen, maar waarbij je wel kijkt, is iemand inderdaad LHBT of niet, is omdat we ook in het verleden in Nederland, nog niet zo lang geleden nog zelfs hebben gezien, dat er ook asielzoekers zijn die geen recht hebben op asiel en misbruik maken van dit element, zeggen ik ben LHBT en vervolgens verhalen verzinnen en dan dat daarvan de asielprocedure. Maar dat kan toch ook bij mensen in uit een islamitisch land die zeggen dat ze christen zijn? En daar heb je ook allerlei regels voor. Dus als u de stelling zo formuleert, volmondig ja, ondeugdelijke stereotype is niemand voor. Maar ik moet hier wel eerlijk zeggen dat er wel regels nodig zijn en dit soort gesprekken wel nodig zijn op een deugdelijke manier om vervolgens te kunnen kijken wie heeft echt recht, wie heeft echt die bescherming nodig en wie maakt daar misbruik van. En ik denk dat we dat wel niet door elkaar. Wie bescherming nodig heeft, die is hier naartoe gekomen met een reden. Als je in Oeganda LHBTI bent, dan heb je gewoon geen leven. En dan neem je die stap om naar een veilige haven te komen. En dan word je hier geconfronteerd met procedures die uitgaan van allerlei stereotypen. Dit is precies het voorbeeld wat ik aanhaalde van recent. Het waren twee Oegandese asielzoekers die het verhaal verzonnen zonder LHBT te zijn. En vervolgens die asielprocedure ingingen en misbruik gingen maken. En die plekken dan innemen van die mensen die het nodig hebben. Dat is exact het voorbeeld. Ja, maar weet je, ik weet niet
eens. Wat is een proces van zelfacceptatie? Ja. Ik bedoel, ik geloof best dat je met iemand een gesprek aangaat om te kijken of iemands verhaal klopt. Dat doe je namelijk bij elke asielaanvraag. En dat is prima. Maar om nou iemands doopceel te gaan lichten om te kijken of hij wel voldoende zichzelf geaccepteerd heeft en hoe hij dat proces ervaren heeft, dat is idioot. En het probleem is, dit is niet iets waar je lichtzinnig met een fout om kunt gaan. Precies. Want op het moment dat iemand teruggestuurd wordt naar, laten we Oeganda als voorbeeld hanteren. Ja. En die iemand eerst Hoekstra dan moet hij het misschien met zijn leven bekopen. Ja. Eerst Hoekstra, dan Jetten. Volgens mij is het allebei waar. En ik ben het zeer eens met de stelling. En je moet ook onderkennen dat er op allerlei manieren gebruik wordt gemaakt, soms ook misbruik wordt gemaakt van het systeem. Door mensen die zeggen ik ben homo, door mensen die zeggen ik ben christen en op allerlei manieren. Dus volgens mij moet je het ene doen. Je moet die stelling ten volle aanvaarden en je moet ook organiseren dat er van het systeem geen misbruik wordt gemaakt. En hoe doe je dat dan? Nou, door bijvoorbeeld daar ervaringen op te doen, heel goed te kijken naar hoe je nou onderscheid maakt tussen de verhalen die wel kloppen en die toch inconsistent blijken, waar mensen gewoon dingen verzonnen hebben. Laatste woord aan Jetten. Nou, we weten allemaal hoe divers de LHBTI-community is. Dus als je bij een asielprocedure via allerlei stereotypen gaat checken of dat iemand tot de gemeenschap behoort, dan ben je verkeerd bezig. Dus dat moet sowieso stoppen. Maar wat ook echt wel een van mijn teleurstellingen is van de afgelopen 4 jaar, dat het ons niet is gelukt, onder andere omdat VVD en CDA daartegen zijn, is aparte opvanglocaties van vluchtelingen die gevlucht zijn vanwege hun geaardheid. Er zijn verschrikkelijke voorbeelden van homo's die in AZC's in elkaar worden geslagen, half worden verkracht, de hele tijd worden geïntimideerd door andere vluchtelingen. Dat is onacceptabel, dus laten we er alsjeblieft voor zorgen dat die stereotypen stoppen, maar dat we ook aparte opvanglocaties organiseren. Ik wil even terug naar de stelling. Ik wil terug naar de stelling. U zei net, ik ben er voor die stelling zoals u hem nu formuleert, en u zei daarbij, maar het gaat juist om criteria, daar gaat het om. Ja, kijk, ik weet waar die stelling vandaan komt. Ik weet dat er ook... Ja, sterker nog, Harbers, uw eigen staatssecretaris, heeft dat hele ondeugdelijke stereotype juist eruit gehaald. Zoals ik in mijn allereerste zin bij dit rondje zei, ondeugdelijke stereotype is niemand voor en ik zeker niet. Maar als dan de suggestie ontstaat dat we zouden zeggen, er wordt absoluut niet gekeken, dat kunnen wij met elkaar niet waarmaken, omdat je juist moet kijken voor die veilige havens die hier... Zou je niet gewoon naar een vluchtverhaal kunnen luisteren? Ja, en daar vallen dit soort gesprekken onder. En daar vallen bepaalde vragen onder. Okay. En die moet je juist zorgvuldig... En ik wil wel op die opmerking van de heer Jetten ingaan, want die was richting VVD en CDA gericht. Ja, en er is een hele goede reden waarom wij geen aparte locatie willen voor asielzoekers, LHBT-asielzoekers die belaagd worden. Ik heb ze gesproken, die zeggen alsjeblieft, hoezo zet je mij apart? Haal dat tuig hier weg, dat mij belaagt, dat mij aanvalt, dat misbruik maakt van het asielsysteem. Ik zeg zomaar... En dat is waar de VVD mee aan de slag is gegaan, om die aparte AZC's op te zetten voor het tuig dat er misbruik van maakt en niet mensen weg te halen die slachtoffer daarvan zijn. Ik moet constateren dat de heer Jetten NN roept en daar gaan we nu verder niet meer op in, want we zijn beperkt in de tijd. Spijt mij enorm. Mevrouw Ariep kan dat vast veel beter, maar ik niet. Ze heeft het soms ook moeilijk hoor met ons. Ik heb geconstateerd dat iedereen voor deze stelling heeft gestemd, behalve u, terwijl u zei, voor deze stelling zoals die hier wordt geformuleerd, ben ik wel. Dus we hebben allemaal voor de stelling gestemd. Goed, duidelijk. Tot slot. Als u straks aan de onderhandelingstafel zit voor een nieuw kabinet, zorg je dan voor een paragraaf over LHBTI-emancipatie in het regeerakkoord, tenminste gelijkblijvend budget en een minister in plaats van een staatssecretaris die dit onderwerp in portefeuille heeft. Wie is voor? Ja, VVD niet? Nou, weet je wat het is? Het maakt mij niet uit wie die portefeuille heeft, als hij maar dingen regelt. We hebben net een aantal zaken besproken die al veel langer liggen, of die nu bij bepaalde ministers liggen, die gewoon niet worden opgepakt. Zeker. Dus maar fix het. Ik zal u zeggen waarom dit onderdeel van de stelling is. Ja, budget en aparte paragraaf. Maar dat is nu de minister ook, hè? Het is budget en daar bent u voor. Ja, het gaat u om dat u het niet uitmaakt wie het regelt. Het poppetje maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat een minister meer invloed heeft, namelijk in de ministerraad, en een staatssecretaris daar vaak niet zou bij je zit. Denken, dat maar die homogenezingen zijn nog steeds niet verboden, om een voorbeeld te noemen. Dus het maakt niet uit. Het moet gewoon opgepakt worden. We kunnen het ook combineren. Hè? Dan doen we en betere ministers dan in deze periode. En ben je aan het solliciteren, Peter? Ik noteer hier toch weer een algemeen gedeeld ja. Met een kanttekening van het VVD dat het ook een staatssecretaris mag zijn. Maar u bent niet tegen de minister. Ik ben niet tegen ministers in algemene zin. Nee, in het algemeen, maar ook niet voor dit onderwerp. Ook niet op dit onderwerp. Oh, nee, zeker niet. Nee, daar wou ik het even over hebben. Goed.